Alle grote getallen moet je uit je hoofd kennen. Gelukkig zit er wat structuur in zodat je makkelijk kan bepalen welk getal bij welke naam hoort. En ik neem even aan dat je tot en met 100.000 het wel al uit kan schrijven in getallen. Dus laten we starten met een miljoen. Here's the plan. We get the warhead and we hold the world ransom for 1 miljoen. dollars. Dus miljoen. Is 10 tot de macht 6. Oftewel een 1 met 6 nullen. En na een jun krijg je altijd een jard. Dus de volgende is miljard. En vanaf een, een miljoen is elk volgend getal met een nieuwe naam drie exponenten verder. Dus miljard wordt dus 10 tot de negende. En dit gaat zich de, dus de hele tijd herhalen. Dus het is de hele tijd om en om. Jun yard jun jard jun yard. En alleen dat voorvoegsel gaat veranderen. Dus wat ik al zei, ze veranderen de tijd om de 3. Dus laat ik ze even allemaal uitschrijven nu. En de voorvoegsels zullen zich afwisselen met dus m voor mono. Wat 1 betekent. B voor B wat 2 betekent. 3 voor 3 wat 3 betekent. Wat vier betekent. En de meeste woorden ken je waarschijnlijk al. Uh, bijvoorbeeld mono. Je hebt mono en stereo. Een stereo is geluid van twee kanten. Mono is van één kant. B, als in bicycle, een tweewieler. Tri, een triangle, dat is een driehoek. En een quad, dat is een voertuig met vier wielen. Dus het is allemaal heel logisch. De voorvoegsels worden dus dan als volgt. En dan dus om en om, juniard, juniard. En dit is alles wat je moet weten. Maar let op, de kennisbasisrekening kan best tricky zijn. Dus ze kunnen je best een vraag stellen van welk getal of wat is de exponent van als je quintillion hebt. Dus dan moet je zelf beredeneren vanuit deze structuur dat dat dus 10 tot de 30ste gaat worden. En als ze dus met een nieuwe naam komen, dan het enige wat je hoeft te weten is de structuur. En dan kan je de volgende zelf bedenken. Oké, okay, nou als je slim bent, dan zet je deze video pauze en vul je de oefening in. En als je nog slimmer bent, dan ga je dit dus niet als speakbriefje gebruiken, want dan ga je dus niks leren als je deze opgave gaat maken. Dus kijk niet af en probeer deze oefening te maken, want alleen dan ben je er zeker van dat je het op de toets ook kan. Oké, okay, succes. Don't you think we should maybe ask for more than a million dollars? A million dollars isn't exactly a lot of money these days. VirtuCon alone makes over nine billion dollars a year. Really? Mm-hmm. It's a lot more. Okay, then. We hold the world ransom for $100 billion.